Derebult Waterman, van harte welkom op dit kanaal. Mijn naam is Mireille van Rijn. Leuk dat je komt kijken naar jouw Valentine Special 2023. Deze reading zal een week of vier, vijf nog een, een uitwerking hebben. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je hem ineens in mei of in oktober, wanneer dan ook, kijkt. Uh, omdat je hem dan toevallig tegenkomt. En dan geldt dat op dat moment waarschijnlijk ook gewoon voor jou. Het kan niet met alle watermannen 100% resoneren, zoals je zult begrijpen. Haal eruit wat van jou is, wat niet resoneert. Laat je gewoon lekker gaan. Of kijk de reading gewoon eens over een week of twee weken nog eens een keertje op je gemak terug. En dan zul je zien dat er misschien uh, nieuwe dingen in uh, naar voren komen voor jou op dat moment. Die je dan wel herkent. Je kunt ook altijd even naar je maan of je ascendant reading kijken. Weet je niet wat je, waar je maan in staat of je ascendant? Kun je dat gratis op puurmedium.nl of astro.com uh, terugvinden? Dan heb je wel jouw geboortetijd nodig. Uh, ik wil ook alle vaste kijkers natuurlijk weer heel erg bedanken voor al die lieve, warme, openhartige reacties. Het is soms echt overweldigend. Ik word daar ontzettend blij van. Mijn hart krijgt daar dus ook echt een impuls van, zal ik dan maar zeggen. Dank jullie wel daarvoor. Ik lees alles. Ik probeer op iedereen te reageren. En uh, ook de mensen die een duim omhoog doen. Enorme dank, want die duimen zijn ook ontzettend belangrijk voor het groeien van mijn kanaal dus een hele kleine moeite om even die duim omhoog te steken mocht je het een leuke video vinden en voel je natuurlijk vooral vrij om je gratis te abonneren. Alle info vind je in de beschrijving onderaan in deze video. En ja, ik denk dat ik mijn praatje wel weer compleet heb. Laten we gewoon lekker beginnen. Zoals je ziet heb ik alles al klaargelegd. Dan kunnen we gewoon zonder al dat geschut kunnen we gewoon lekker starten. Dan hebben we ook niet zo'n lange video. Ik heb hier voor jou vanuit het Gaia-dek de heilige reis, levenscycli, familie, transformatie in één weg. Wauw, kijk eens even, alle vier de seizoenen zie je erin, de stamboom, dus ook de familie. De transformatie zie je hierin terugkomen, de ster is trouwens ook echt een watermansymbool, ontzettend mooi. Je zit in een levenscycli en je zit dus ook in een transformatie. Maar we gaan kijken waar dit verder over gaat. Dat doen we met de fluisteringen van de liefdekaart even kijken. Ja, ik leg ze elke keer net iets te ver weg. Ja, zo ligt hij goed. Oké, okay, Waterman, daar komt hij. Omarm je emoties en geef ruimte aan je gevoelens. Alles mag er zijn. Um, watermannen zijn heel sterk in het beredeneren van emoties. Dat hebben watermannen nu eenmaal. En dat is niet goed of fout. Ook geen oordeel. Mijn maan staat in waterman, dus ik weet er alles van. Um, he, dat parkeer je liever. Je beredeneert het vanuit je hoofd. Maar soms mag je ook gewoon even lekker voelen. Maar gevoel is vaak wat lastiger voor een waterman. Um, he, en hier wordt ook aangegeven: liefde maakt het verschil. Liefde kan oude pijn helen. En dan heb ik het over liefde voor jezelf. En durf ook in liefde voor jezelf al je emoties te omarmen. En laat alle emoties er gewoon zijn. Dat helpt jou gewoon ontzettend goed. Hier liggen eigenlijk drie prachtige kaarten. We gaan eens kijken wat de romantiek kaarten te vertellen hebben. Chemie. Hier is sprake van een sterke magnetische aantrekkingskracht. Nou, dat zegt ook heel veel oei en misleiding. Iemand draagt een masker van een onecht zelf in deze relatie. Nou, dat klinkt gelijk uh, als heel fout, maar ja, we kunnen daarover oordelen. Uh, we proberen, zeker als we iemand te leren kennen of als je een eerste indruk wil maken... wil je er misschien wel altijd, ja, doe je toch wat mooier voor misschien. Wil je vooral al je mooie kanten naar voren laten komen... Um, voor een aantal. En voor een aantal zal dit ook letterlijk gelden: dat iemand gewoon echt niet helemaal eerlijk is in een verbinding. Um, dat is aan jezelf. Want het is best lastig als er natuurlijk een enorme aantrekkingskracht is en iemand is niet eerlijk. Ja, dan krijg je zo'n roze bril. Dan wil je dat misschien niet helemaal zien, of dan hoop je op beterschap of dat dat verandert. Dat zal voor iedereen anders zijn. Dus uh, kijk in, uh, op, in welk opzicht dit voor jou uh, geldt, hè? Oké, okay, dan gaan we kijken naar de tarot En dan heb ik hier voor jou de dood. Dat is één. Dan heb ik hier staven vier. Oké, okay, de kluizenaar observeren. De hoge priesteres. De ster. En we zagen hem al. De duivel. Wauw. Dat is nogal wat. Eens even kijken. Dan leggen we de Lenneman-kaart ook gelijk maar even open en bloot neer. Een keuze, angst en letterlijk een keuze of een breuk. Wie zal het zeggen? Huiselijk geluk, emotionele veiligheid. Dan heb ik hier het kind, innerlijk kind, onderzoeken en de wolken. Oké, okay. Waterman, nou, dit is best wel een pittig verhaal. Niet goed of slecht, hè? Het is wat het is. En ik ga het zo goed mogelijk voor jou vertalen. Uh, de dood, wedergeboorte. Je zit in een transformatie, dat geeft ook het Gaia orakel aan en dit is Pluto energie. En Pluto is heel goed in het doorgronden van de psyche, van het diepste donker. Uh, sterft een kleine dood en dan weer een wedergeboorte. En dat klinkt allemaal heel zwaar en melodramatisch, bla bla. Nietsjes minder waar, want het hele leven hebben we met een cyclus te maken. Kijk maar naar de nieuwe maan, de volle maan. Dat is ook met dit verhaal. Je zit in een transformatie en je gaat voor jezelf een hele nieuwe harmonie bereiken. Je hebt hier zeker met een zielsverbinding te maken. Maar niet iedere zielsverbinding is: we leven nog lang en gelukkig. Het is altijd een reflectie van wie jij bent. Zo'n persoon trek je ook aan hè, in het nu. Dus wat vertelt dat over jou? Plus de hermiet, de kluizenaar, de maagdenergie. En wat doet deze uh, meneer in dit verhaal? Die is aan het bekijken, aan het observeren, aan het analyseren. Maagden zijn van nature enorm kritisch op anderen, maar nog kritischer op zichzelf, omdat zij altijd alles willen verbeteren. Ze willen overal de splinters uithalen, ze willen hun verhaal verbeteren, ze willen het voor iedereen beter maken. Het kan helemaal geen kwaad om in deze reis, die je eigenlijk aan het maken bent, de heilige reis, om eens heel goed te kijken. Wie ben ik nu? Wie ben ik in dit verhaal? Wat voel ik en wat zou ik nou echt willen? Zit er nog angst? Zitten er oude patronen? Waar komt het allemaal vandaan? En daar ligt ook nog eens de hoge priesteres. En zij is de maangodin. Zo noem ik haar. Daar kan het niks, hè? Dat, dat is helemaal zoals ik haar zie. Ze is verbonden met die vrouwelijke maanenergie. En zij krijgt alles binnen. In stilte observeert ze, laat ze tot zich komen. En er komt gewoon allerlei wijsheid uit door inzichten. Ze heeft ook de uh, heilige geschriften opschoten. Hè? De heilige kennis van het goddelijke. Hier ligt jouw kaart, lieve waterman. De ster is echt een watermankaart. Maar ik heb goed nieuws voor jou. Die kaart staat voor heling. Heling van de ziel. En dan hebben we wel de duivel ernaast. En het kan heel, dat kan voor iedereen een andere uitwerking hebben. De duivel staat voor obsessiviteit, staat voor somberheid naar de toekomst, staat ook voor ergens in gevangen zitten. Iets heeft grip op je, iets heeft controle over jou. Maar jij bepaalt uiteindelijk je gedachten. En jouw gedachten bepalen jouw emotie. En je emotie bepalen weer je gedachten. Klinkt een beetje als een visueuze cirkel, maar jij kunt hem doorbreken. Door eens heel goed te doorgronden. Je te verbinden met die hogere energie van de hogere priesteres. Door eens heel eerlijk naar alles te kijken. Hoe steekt het in elkaar? En niets is goed of fout, want je zit in een heling. En dan ben je daar straks ook klaar mee. Hè? Hier wordt ook gezegd: iemand draagt een masker van een onecht zelf. Misschien heb jij dat masker wel op. En niet bewust van, oh, ik ga iemand in de maling nemen. Maar dat kan ook andersom. Hè? Dat jij andersom daarmee te maken hebt. Dan zit je natuurlijk met die enorme aantrekking, die zielsverbinding. Dan moet het gewoon zo zijn dat jij in je helende heilige reis. dit mag ervaren om weer een diepere laag van jezelf aan te boren. Ja, maar ook de angst te overwinnen. Want het kan best zijn omdat dit zo fijn allemaal voelt dat je. Misschien angst wel jou overgenomen heeft op een bepaalde manier. Kijken we eens even naar de Lenneman. Ja, nieuwe weg. Je wil weten waar je aan toe bent. Aarde, vrouwelijke energie en de zijs. Jongeling Aarde. Niets is goed of fout, maar duivel is een vorm van angst. En ook de zijs is een bepaalde angst. Een plotselinge angst. Maar dat kan ook letterlijk met een breuk te maken hebben of een knoop die je door gaat hakken. Je moet hoe dan ook kom je voor een keuze te staan. Je wil je emotioneel weer helemaal veilig voelen. Koning harten en dan hebben we ook nog eens het kind. Het gaat over je emotionele kind, je innerlijke kind. Emotionele veiligheid, heling ligt hier ook gewoon. En ja, de wolken geven onduidelijkheid aan. Die ligt dan ook nog onder de duivel en het vergrootglas laat eigenlijk zien dat je dingen opnieuw mag onderzoeken. Hoe steekt het verhaal daadwerkelijk in elkaar? En wat dient mij, wat dient mij niet, wat neem ik mee? Geef vooral heel veel ruimte aan je emoties om opheldering te krijgen voor jezelf, zodat je keuzes kunt maken. Het kan om een tijdelijke breuk gaan, het kan om een enorme angst zijn die je plotseling overvalt. Ik voel vooral dat je in een enorme transformatie zit en dat het je naar grotere hoogtes zal brengen op het gebied van liefde. Je mag alleen nog deze battle uh, doorlopen. Je zit in een heling, dus eigenlijk is het fantastisch wat hier ligt. Uh, en de uitslag is misschien niet altijd zoals je wenst, maar ja, we komen hier om te ervaren, om te groeien als ziel op aarde. Dus dit is het verhaal en we gaan gewoon kijken wat de liefdesorakelkaarten te vertellen hebben. Je probeert iets te forceren, geef het tijd. Nou, <tus> dat is ook belangrijk en durf ook hier hè, die wolken, die versluiering... Onderzoek het. Wat is er verborgen? Want er is iets verborgen. Kijk eens even. Ik hou van jou. Liefde maakt het verschil. Liefde kan oude pijn helen. En dit mag je ook vooral tegen jezelf zeggen. Met het een, uh, omarmen van al je emoties. En uh, mocht je twijfelen in de liefde. Deze persoon houdt ook zeker van jou. En dit kan over een bestaande relatie gaan. Maar ook ja, over iemand die jij misschien wel heel erg leuk vindt. Lieve Waterman, uh, ik hoop dat je blij wordt van deze legging. Laat het me even weten hieronder in een reactie. Gooi even je duim omhoog. Uh, zeg het voort. Delen is vermenigvuldigd. Dus als jij de video wil delen, ben ik jou ook heel dankbaar. Voor nu wens ik jou heel veel liefde, heel veel zelfliefde, heel veel heling. Heel veel mooie inzichten. En uh, dank je wel weer voor het kijken. Tot de volgende. Doei doei.